GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn is uitgeroepen tot Leidse raadslid van het jaar. Hij werd gekozen door een onafhankelijke jury die uit Leidse journalisten en oud-raadsleden bestaat. De andere genomineerden waren Erik Krijsman van D66 en Roeland Storm van het CDA. D66-fractievoorzitter Jeffrey van Haassen ontving de oeuvreprijs. Hij neemt na de gemeenteraadsverkiezingen afscheid van de Leidse politiek. De prijzen werden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsborrel van D66 Leiden, de partij die de prijs 12 jaar geleden in het leven riep. Jos is een raadslid dat al jaren opvalt door zijn gedrevenheid. Wordt ook regelmatig bij onze jury, niet alleen dit jaar, maar ook vorig jaar al en het jaar daarvoor, door anderen ook bij ons voorgedragen van: hebben jullie aan Jos Olsthoorn gedacht? Nou, 2 jaar geleden heeft dat al geleid tot zijn nominatie toen. Toen is hij geen raadslid van het jaar geworden. Nou, vorig jaar kwam hij dan niet in het lijstje voor en nu werd hij het wel. Ik vind het enorm leuk, maar het voelt ook echt een beetje een prijs voor Roeland en voor Erik, die ook genomineerd waren. Voor de rest van de raad, voor de hele fractie en voor mevrouw. Zonder al die mensen was er geen goede samenwerking geweest en was ik het ook niet geworden. Ja, daar was ik heel blij mee. Dat de jury goed gekeken heeft, ook niet alleen naar secte raadsvergaderingen of wat er in de pers komt, maar ook wat er nog meer bij het raadswerk komt kijken. En dat je bijvoorbeeld met zo'n regio-onderwerp, dat je daar veel vergaderingen, veel bijeenkomsten bij hebt. Veel in gesprek bent met collega's van de gemeenteraad en de omliggende gemeentes. Wat niet altijd zichtbaar is, maar wat wel heel belangrijk is om stappen verder te zetten in die samenwerking met elkaar. Blij met de woorden van Paul, blij met de waardering en fijn dat het gezien is. Vorig jaar waren we opeens met alleen maar mannen in de jury. Dat was niet de bedoeling. Maar dat kwam doordat mensen stopten en ja, dan gebeurt dat. Bij de genomineerden, ja, was het dit keer niet anders. We hebben er wel naar gekeken. Ik ben er alsnog ontzettend blij mee. En ik vind Jos een ontzettend goede winnaar. Ik heb veel met hem samengewerkt. En eigenlijk alles wat de jury zegt klopte. Dus het is gewoon een mooie avond zo. En ik hoop vooral dat het tot die verkiezingen, dat we als alle partijen met elkaar echt een campagne gaan voeren waarin we de verschillen op de inhoud laten zien. Maar dat we de samenwerking wel gewoon ook staande houden. Je ziet nou toch een beetje dat partijen meer een elleboog gaan gebruiken. Begrijp ik. Maar laten we dat vooral doen op de inhoud en niet op de samenwerking. Ja, ik voel me ontzettend vereerd. Deze oeuvreprijs, de Leidse Effie, ja, is echt te gek. En ik ben heel blij ermee. En de afgelopen 8 jaar als raadslid, ik heb het heel graag gedaan. En het is hartstikke mooi dat zo'n eer dan gegund wordt door de collega's. Ik ben daar heel trots op. Het grootste verschil is denk ik het is heel goed dat mensen achter de schermen een soort stille kracht zijn. Bewaker van de democratie, heel goed werk doen in die gemeenteraad. Dat hoor je dus met name over Erik en Roeland. Jos kan het denk ik net even wat makkelijker over het voetlicht brengen. Ook verkopen is daardoor zichtbaarder voor de stad. En dat heeft voor ons toch ook wel meegewogen. Ik sta op plek 11. We hebben nu 12 zetels. Dus als we ervan uitgaan dat we niet gaan verliezen, dan gaat dat zeker lukken. Dus bandbreedte tussen 10 en 12 zetels, dan ga ik door. Ja, vind ik ontzettend leuk. Ik vind vooral de waardering die eruit spreekt voor alle tijd en moeite die je erin stopt. En het is toch mooi om te zien dat mensen dat zien en waarderen wat je doet. Dus ik vind het heel mooi om genomineerd te zijn. Ik ga me weer eens richten op wat andere hobby's bijvoorbeeld. Dit wordt het jaar waarin ik weer wat meer ga sporten. En misschien ook weer wat meer uitdagingen op mijn werk. Maar ik ga wel uit de politiek. Ik ben geen raadslid straks meer. Maar ik blijf het wel volgen en ik hoop ook, heb ik ook net gezegd, Dat die goede samenwerking in het stadhuis, openhouding naar de mensen, naar de leidenaren, naar de stad, dat we dat ook, dat straks ook de nieuwe generatie raadsleden en wethouders, dat weten vast te houden. Nou, de komende 4 jaar hoop ik, we moeten eerst even verkiezingen hebben en dan moet ik gekozen worden. Nou, dat komt vast goed, ga ik vanuit, want we gaan 5 zetels halen. Maar dan ga ik er zeker voor om weer raadslid van het jaar te worden. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik gewoon doorga met mijn werk wat ik nu doe. En ik probeer gewoon een goed raadslid te zijn. Kritisch naar het college vind ik erg belangrijk. En goed te luisteren naar de stad. En dat zal ik blijven doen. En als men dan mij nomineert om het werk wat ik doe, nou, dat vind ik alleen maar extra mooi. Ik denk dat het voor raadsleden heel leuk is als blijk van waardering. Want dat herkent misschien wel iedereen die waar dan ook in een bestuur zit of zo. Meestal hoor je alleen maar de dingen die niet goed gaan. En is het ook natuurlijk gewoon een keer heel erg leuk om een blijk van waardering te krijgen. Een schouderklopje.